President Desi Bouterse vertrekt op maandag 13 augustus naar Cuba. Hij zal daar een hernia-operatie ondergaan. Dit deelde hij gisteren op het presidentieel paleis mee na de persconferentie over de benoeming van Albert Aboikoni als de nieuwe gramang van de Sarmakaners. Ja, ik probeer dit gedeelte af te werken. Dat weet u, 13 oktober ga ik richting Cuba. 13 augustus voor een operatie. Vandaar dat ik het verschrikkelijk druk heb, want u begrijpt, iedereen wil de president nog voor 5 minuten zien. Of wil nog een stuk getekend hebben voor hij vertrekt. 13 augustus, zo heeft de heer behaagd, vertrek ik dus richting Cuba voor een operatie. Een buikhernia. Dat was wederom president Desi Bouterse gisteren tijdens een persconferentie. Hij vertrekt maandag naar Cuba om een hernia-operatie te ondergaan.